luistert, dan kan hij het. En als je de tijd ervoor neemt, hè, dat hoor ik dan ook. En hij kan communiceren. Het is inderdaad, hij kan een paar klanken. Dat is bij de rechtszaak naar buiten gebracht. Het is alleen om daadwerkelijk te kunnen beoordelen, kan hij ook een hele strafzaak van A tot Z voorbereiden met zijn advocaat. En kan hij ook de feiten die worden voorgelegd, kan hij daarop reageren? Kan hij met de voorzitter communiceren? Ja, daar hebben wij wel, ook in de slachtofferverklaring is daar wel ook wat over naar voren gebracht door de oudste vier. Van nou ja, in een bepaalde setting, op een bepaalde manier zou dat mogelijk moeten zijn. Maar goed, de strafrechter heeft anders beslist op 4 maart. Excuse. En uit de serie blijft ook heel erg. Hij kan als geen ander manipuleren. Ja. We hebben het net al even gezegd. Ja. Is er een kans dat hij nu zijn mensen om hem heen ook weer zit te manipuleren? Nou, ik heb wel gezien in de stukken hoe zijn hersenletsel, zeg maar, na die beroerte, hoe die eruit ziet. Ik ben geen arts, maar er is wel heel veel stuk, zullen we maar zeggen, als je die foto ziet, die scan ziet. Dus ja, maar goed, het zet wel allemaal te denken. Ik snap dat die gedachte leeft. En het is voor de kinderen met name, nou ja, goed, in die strafzaak was het ook voor hen heel belangrijk dat vastgesteld zou worden dat wat vader heeft gedaan, dat dat strafbaar zou zijn. Yeah. Het was hun wens om erkenning, om rechtvaardigheid, om gerechtigheid. En dat speelde ook wel heel erg mee. Ja, een van de kinderen, de oudste zoon, Shin, is heel duidelijk over de verantwoordelijkheid van zijn vader. Ja. Geef de schuld waar het hoort. En die schuld hoort bij Gerrit-Jan. Die hoort niet bij mensen om hem heen. Die hoort niet bij de wereld die niet accepteert dat je niet thuisgeschoold wordt. Die hoort niet bij de wereld die zegt dat je niet seks met je eigen kinderen mag hebben. Die hoort niet bij mensen, bij de wereld die zegt dat je niet je eigen kinderen mag slaan en verstoppen in een hok en weet ik veel wat allemaal doen. Dit is zijn schuld, niet de wereldse schuld. En nou ja, goed. Ik kan er echt heel kwaad om worden. Ja, en deze emotie is natuurlijk zo begrijpelijk. Dit is de en tegelijkertijd zijn ze soms natuurlijk ook heel loyaal nog naar hem toe. Jij hebt het plan een andere juridische procedure te gaan starten. Ja. Nou, want het heeft ermee te maken. Kijk, we hadden het dus net over, hè, die gerechtigheid, die erkenning. Dat is wat ze van meet af aan hebben gewild. Dat er dus een rechterlijk oordeel komt over wat er allemaal gewoon niet deugde hier. Ja. Shin, die vat het zo mooi samen. Ik kan het ook niet beter dan hij. Maar ik kan wel aangeven dat er dus wel een andere weg bewandeld kan worden. En dat is dat je naar de burgerlijke rechter gaat. De civiele procedure. Geen strafrecht, maar civielrecht. Precies. En dat je dus zorgt, hè, dat een rechterlijk oordeel wederom, hè, dat de rechterlijke macht oordeelt van wat er is gedaan, wat er is gebeurd, hè, meneer Van D, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Dus want dan ga je feiten niet bij spreken de cel in. Het is niet strafbaar, maar dan is het bijvoorbeeld onrechtmatig. Het is onrechtmatig. U bent daar schuldig. Het is aan u toe te rekenen dat die feiten, hè, die gedragingen zijn gewoon onrechtmatige daden. En daarvoor hoeft hij niet fit to stand trial te zijn. Nee, nou, in principe, dat is wel weer een andere. Ja, ik snap dat dat misschien lastig te begrijpen is. Ja. Want hoezo kan dat dan wel? Maar dat heeft te maken met het feit dat op dit moment, voor zover ik weet, want ik heb gisteren nog even in het curatelenregister gekeken, daar staat hij niet in vermeld. Dus hij staat niet op dit moment onder curatele. Dus strikt genomen is hij op dit moment handelingsbekwaam. En kan je een handelingsbekwame gewoon, ja, het zijn moeilijke termen misschien, maar kan je dagvaarden? Het kan wel zijn dat als, hè, en nogmaals, ik kan u ook aangeven, binnen, ik denk, eind volgende week zal hij ook een dagvaarding, zal aan hem betekend worden door de deurwaarder. Dus dat is gewoon, die is bijna klaar. Er komt een dagvaarding waarin de oudste vier. Het is natuurlijk ongelooflijk lastig. Aan de ene kant, hoe moet het zijn om je vader te moeten dagvaarden? Maar het kan gewoon niet dat dit zonder een rechterlijk oordeel voorbij gaat. Ja. Dus die dagvaarding, daar, die wordt aan hem betekend door de deurwaarder. En dan kan het misschien wel zijn dat er een civiele advocaat ook zal zeggen van ja, moeten we hier niet toch dan een onder curatele stelling in gang zetten eerst. Ja. Zodat een curator namens hem. Maar ja, goed, kan het misschien wel zijn. Want hij woont op dit moment dus in eerste instantie met de vijf, maar nu vier jongste kinderen samen. Mm-hmm.
Willen zij? Heb je enig idee hoe de situatie daar is? Kunnen zij daar? Ik heb daar. Ik weet daarvan omdat ik natuurlijk ook hoor vanuit de omgeving rondom alle kinderen. Die kinderen hebben onderling wel contact. Jazeker. Oh, heel goed. Ja, zeker. Dat hebben ze. En maar het heel belangrijk is, en ik denk dat ik dat ook graag naar buiten wil brengen vandaag, is dat er heel goed wordt gezorgd voor iedereen. Okay. Dat iedereen heeft natuurlijk hele goede hulpverlening, begeleiding. Er is ook beveiliging. Alles. Dat is ook nodig om te zorgen dat het welzijn van iedereen wordt gewaarborgd. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat ze ook die rust nog steeds krijgen. Want het is zo groot wat er is gebeurd. Ja, maar je voelt ook heel erg.